We hebben het weer beschaafd gehouden van deze op. Valt mee. Ook groentetje. Hè? Ook groentetje. Ja, ik zie het, ik zie het. Nou, gaan we zo straks als we gegeten hebben, gaan we naar het ferry building. Dan gaan we met een oud trammetje heen, want het is wat ver lopen. Hebben we die ook eens een keer gezien. En dan nemen we de boot naar de overkant. Auckland heet dat daar. En daar ligt een oud vliegschip uit de Tweede Wereldoorlog. Ben benieuwd? Ja, ik ben nooit op een vliegschip geweest. Dus so excited! We zijn aan boord en we hebben gelukkig een plekje kunnen bemachtigen. Ja, het was kiele kiele. Dit is ook de laatste boot richting Armada Seaplane. En het is eigenlijk een boot voor de... werkende mensen? Voor de forenzen. Het is een forenzenboot. Dit is dus de laatste. En de volgende gaat pas weer om 4 uur. Dus we moeten een andere terugnemen. We moeten waarschijnlijk een stuk wandelen. En dan is een taxi. En dan is, ik weet niet hoe lang het zwemmen is. Zien we wel. In the Navy, in the Navy, every Navy man's a right guy. Everyone gives him the bright eye. And the Navy, they do right by to a sailor. To a sailor. Wat een zon. En... natuurlijk weer petje vergeten mee te nemen. Ja. Hadden geen zonnebrand meegenomen, ook vergeten, dus die hebben we moeten kopen. In een winkeltje, $34, klein tubetje. Maar goed, wel veilig voor de visjes. Als we straks gaan duiken op Hawaii, dan vergiftigen we de vissen niet. In ieder geval, we zijn veilig aan de overkant gekomen. En we zijn vlakbij de USS Hornet. Dat is een vliegschip uit de Tweede Wereldoorlog. En het schip is gebouwd in 1943 en heeft dienst gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Onder andere de Pacific. Kijk, en we zijn er bijna. Kijk eens, wat een mooie dame. Daar kunnen aardig wat dingetjes op. First you take your training as a boot. Swing a hammock, navigate and shoot. Shove off in ships and subs and planes. The seven seas are open lanes. When the foe is down with Davy Jones, folks will welcome home their Rolling Stones. Oh, every name. Look at. Ja, met de nietjes zijn een beetje rustig. Hallo. Ja. Allemaal trappen naar boven. Oh, wat zie ik? Ja. Hij staat alleen stil. Hij doet het niet. Laat maar lopen. Lift. Het is een vliegtuiglift. Nee, die lampjes daar. Ja, dat zijn optische. Dan konden de piloten zien of ze te hoog of te laag vlogen. Of optimaal op de optimale hoogte zaten. Om te kunnen landen. Ja, druk maar op de rode knop. Even zeggen dat die piloot maar moet verder opzij. Ja. Ik kan niet landen.
En dat zag de piloot dan. En dan moest hij even een rondje vliegen, want dan kon hij niet landen. En hier kon de mannetje die hier stond, die kon precies zien hoe hard het vliegtuig wat aan kon vlogen. En de luchtsnelheid, de snelheid van het schip, al dat soort dingen. En dan kon hij zien of het vliegtuig veilig kon landen. En zo niet, dan drukte hij op die rode knop. Dit was wel na de oorlog. In de Tweede Wereldoorlog bestond dit nog niet. Is nog zo'n lift. Twee liften. Katapult? Die moet ook ergens hiervoor zijn. Oh, dat is dit. Ja, hier zit die katapult in. Vanaf hier. Ja, twee kanten en dan zit die kant opgeschoten. The food truck is now on the pier. I say again, the food truck is now on the pier. Oh, er is een food truck. Die is nu op de pier. Ik heb een kamer. Niet je hoofd stoot. Mijn hoofd stoot. Ja, en die reling misschien die je vasthoudt. Ja. Zo. Oh, dat was even leuk op het dek. Eventjes uit de zon. Eventjes in de hangar dek rondlopen. Vraag je af, wat doet al dat NASA-spul hier aan boord? Nou, ze hebben dit schip dus gebruikt om bij die Apollo-missies, bij de landing, die dingen weer uit de zee te takelen en die astronaut aan boord te nemen. Daar is dit schip ook voor gebruikt. Daar is deze ook voor gebruikt. Kijk. Hier heb je een stukje van de Apollo. Apollo, blok 1, command module. Kijk, een klein. Zo. Zaten ze met z'n drieën in. Dat is niet zo heel groot. Niet even de benen strekken. Nee. Moet je eens voorstellen. Ik had van die vlucht van Schiphol. Van Schiphol naar San Francisco had ik al last van mijn hol, zou ik maar zeggen. Omdat de bloed er niet doorheen stroomt. Maar dan kan je nog eens even staan, even dat pad op en neer lopen. Maar ja. Als je hier een pijn in je reet hebt. Ja, dat is waar. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar het zal wel een bumpy ride zijn. En dan gaan ze bijna landen. En dan zeggen ze tegen elkaar, I'm so excited. I'm excited. Zingen ze een liedje. Ja, het Amerikaanse volkslied maar. Of the youth.
eigenlijk moet je achterstevoren naar beneden. Ja, dan zit ik me nou te denken. Ja, zo hoort dat op schepen. Kapelletje. Ben er weer aan biechten. Zo hard nodig. Ja. Ja, het was dus een kapelletje, een bibliotheek, maar ook een indien nodig een gastenverblijf. Ja, dit is de ziekenboeg. Dat verklaart ook al die rode kruizen. Er staat ook op het plattegrondje wat ik gekregen heb. Nummer 23, de sickbay. Kantine. En dat we de hond in de pot vinden. Ja. God, hoe zou het zijn om op volle zee te zitten op zo'n schip? De workshop voor de torpedootjes. Die ze onder de vliegtuigen hingen. Hè? Waar ben je? Joe! Waar ben jij? Nou daar. Swing a hammock and navigate and shoot. Shove off in ships and in subs and in planes. The seven seas are open. Some of Pagerens. Ik heb het idee dat we nu echt in de punten zijn. Redelijk in de punten zijn. Even op mijn blaadje kijken. 16. De Forward Auxiliary Emergency Generator. Nou, dat zal... Ja, dit is... Dat ziet er wel uit als een... Een motorblok. Als een gigantische motorblok met zuigers. Naar boven. Ja. Leuk. Ik zou hem wel eens aan willen horen. Nu is mijn papa er. Heb ik een museum. Ja, moeten we doen. Nou. Dat was hem. Laatste stuk hebben we gerend. We hebben gewoon geen tijd meer. We moeten gaan. Dus, trappetje omhoog. Pam pam. Die deur. Is er? Nee. Dat is het toilet. Ik kom wel erg over dat. Ah, we zijn in de hangar weer. Kijk. Zo. Wat een
Wel een doolhof, hè? Ja. Oh. Zo, dat is ook een grote. 14. Oh. F-14 Tomcat. En een Wildcat. Zo. Ik denk dat we gaan. Eerst even een petje kopen. Zo, het is een half uurtje lopen naar de andere haven. De andere boot terugpakken. Deze gaat pas om 4 uur. En die andere die vaart wat regelmatiger. En dan hebben we misschien nog tijd om die andere boot te bezoeken. Nou. We waren net 5 minuten te laat hier bij Fisherman's Wharf. Dus het hek was dicht van de Liberty Ship. Oh, dus ja. Ik natuurlijk in tranen. Dus troostbiertje. En een, dat noemen ze een garnalencocktail in een brood. Ja, het ziet er heel goed uit. Dus dan gaan we straks even, ik denk even iets dumpen bij het hotel. Dan kennen we even naar Pier 39. Dan gaan we daar even koekeloeren en even de toeristenwinkel. We zijn nog niet helemaal afgelopen. Dat kunnen we nou eindelijk doen met daglicht. Ja, dan gaan we terug naar het hotel. Dan gaan we de koffers weer vullen. En dan gaan we ons klaarmaken voor de reis morgen. Naar Hawaii. Ons laatste avondje. Maar ja, we gaan naar Hawaii, dus zo huilen is het niet. Maar we gaan weer even naar Pier 39. En we hebben al gegeten, dus we gaan toeristenwinkeltjes even af. En even kijken of we die zeeleeuwen kunnen vinden. Die schijnen op dat puntje wel eens te leggen. Nou. Vooral in de winter, maar dan schijnen een kolonie het hele jaar er te zitten. We gaan het zien. Ja, eens kijken of we die kunnen vinden. In ieder geval is het weer tijd om koekjesmagneten te kopen. En dat soort dingen. I got the blues from a baby living by the San Francisco Bay. She's taking the ocean liner and she's gone so far away. I didn't mean to treat her so bad. The best girl I ever had. She said goodbye. She'd like to make me cry. I want to lay down and die. I haven't got a nickel, ain't got a lousy dime. If she don't come back, I think I'm gonna lose my mind. If she ever come back to stay, spend another brand new day walking with my baby down by the San Francisco Bay. Kerstballen. Kijken of ze mooie kerstbal hebben. Onze boom. Wat tricky. Verpakken ze toch goed. Mijn in de boom uitzoeken. Ja. Het kan niet vroeg genoeg zijn voor kerstspulletjes. Dreaming of a white Christmas. Thank you.
gevonden? Ja, je hoort ze al. De robben. Ja, want het, zijn er, het is niet dat het kleine groepje wat in de zomer er blijft. De hele kolonie ligt volgens mij hier. Kijk maar. Kijk, ze lekker lui zijn, hè? Luie robben. Luie robben. Komt daar die naam vandaan? Dan weet ik ook waar die geluiden vandaan komen. Oh,